naam is Mikkel van Rossen. Ik ben de vestigingsmanager van Holland Tourist Information, de VVV-vestiging op Schiphol. En onder andere sta ik vaak aan de balie, maar aan de andere kant doe ik ook veel back-office activiteit. Ja. They have a free city map, or this is the one we sell. We zitten achter de balie. We werken 's middags in de hostfunctie op het moment dat het personeel toelaat, zeg maar, de bezetting. Proberen we dat echt in te roosteren. Verder doen we bijvullen, van beneden dingen halen, bestellingen wegwerken, bestellingen doen. In your seat, and the bus is outside the building. Oké. Ja? Oké, have a nice day. Rond een uurtje of half twee hebben we iemand extra, waardoor we iemand voor de balie kunnen neerzetten. En die fungeert eigenlijk als host. Dus iedereen die bij ons voorbij loopt of die naar binnen wil, die groeten we vriendelijk en vragen of ze iets nodig hebben. En dan verwijzen we ze vervolgens naar de goede plek. Hi, kom in. Are you here for information? For buying. Oh, the tickets. Ja, yeah. If you want, you can go to my. Nee, ik heb geen specifieke opleiding hiervoor gevolgd. Ik heb altijd wel een bepaald gevoel gehad dat ik heel graag met toeristen wilde werken. Heel een dienstbare houding, om het maar even zo te noemen. Op straat vind ik het leuk om mensen uit te leggen waar ze heen moeten, dat soort dingen allemaal. En verder krijgen we vanuit het bedrijf wel meerdere cursussen, zodat we goed getraind worden in gastheerschap. Dat is ticket voor Van Gogh Museum. Het leukste vind ik het helpen van mensen. Ja, dat is echt wel waar ik het voor doe. Het zorgen dat andere mensen bij ons komen met eigenlijk nog een blanco ideeën. En dat wij eigenlijk zorgen dat zij geweldige tijd beleven in Amsterdam.